kansberekening. Een kansberekening is een berekening van hoe waarschijnlijk het is dat iets gaat gebeuren. Bij een dobbelsteen heb je bijvoorbeeld een kans van 1 op 6 dat je 6 gooit. Een complementaire kans geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat iets niet gebeurt. De kans dat je geen 6 gooit is bijvoorbeeld 1 min 1 op 6, wordt 5 op 6. Je hebt in de wiskunde de termen theoretische kans en empirische kans. Een theoretische kans is een kans die exact te berekenen is. Als je een muntje opgooit, weet je bijvoorbeeld zeker dat de kans 50% is dat het muntje aan de kopkant eindigt. Een empirische kans is niet exact te berekenen, maar is gebaseerd op waarnemingen. Een voorbeeld van een empirische kans is: hoe groot is de kans dat de zon volgende week schijnt? Via de app, kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.